Jeroen Piqueur was er niet vanmorgen. In zijn vonnis bestempelde de rechter Piqueur uitdrukkelijk als een crimineel die zonder respect sjoemelt met zijn aangifte. Dat is hard aangekomen, vertelt hij later aan de telefoon. Dat crimineel genoemd worden, dat vind ik afschuwelijk voor mezelf en voor mijn familie, mijn kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik afschuwelijk. Maar bon, goed, tussen de waarheid en de perceptie is soms een groot verschil. Deze zaak heeft niks met Optima te maken, dat onderzoek loopt nog. Het gaat om de persoonlijke belastingsbrief van Piqueur. Hij parkeerde tussen 2007 en 2013 zo'n 20 miljoen euro op rekeningen en vennootschappen in Monaco, Liechtenstein en Luxemburg. Dat mag, maar dan moet je het wel melden en belastingen opbetalen, zegt de rechter. Piqueur deed dat niet. Met het uitgespaarde geld kocht hij onder andere zijn jacht. Maar volgens de Optima-baas moest hij het helemaal niet aangeven. Naar mijn mening is er pas een meldingsplicht van buitenlandse structuren en inkomsten in dit verband bij wet sinds 30 juni 2013 en pas invoegen voor de jaren 2014. Dat klopt. Alleen vond de rechter dat de opgerichte vennootschappen lege dozen waren. En dat mag niet, zegt de fiscus. Die buitenlandse vennootschappen hadden geen boekhouding, hadden geen echte economische werking, waren enkel, wat men in het jargon noemt, de vehikels om geld te parkeren, om te onttrekken aan de fiscus. Piqueur moet nu een boete van 1,5 miljoen euro betalen, 2,3 miljoen euro interesse terugbetalen. Hij moet ook 4 maanden cel in en bovendien krijgt hij een beroepsverbod van 3 jaar. De kans is wel klein dat Piqueur effectief naar de gevangenis moet. Ik vind dat ik helemaal niet thuis hoor bij criminelen. Maar ik wens mij echt niet. Daar hoor ik echt niet thuis. Piqueur kon trouwens geen straf met uitstel meer krijgen, want volgens de rechter kreeg hij in 2009 in Spanje al eens 2 jaar cel. Piqueur weet van niks. Allee, het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat ik al jaar van dag in Spanje rondloop, op hotel, vlieg, reis, havens binnenvaar en dergelijke meer, vennootschappen kan oprichten en dat ik een strafrechtelijke veroordeling zou hebben. De kans is groot dat Piqueur tegen zijn straf in beroep gaat.